ik u direct mee aan de slag. Nee, maar dan doet het ook ik wel aan zijn rekening om deze. Precies, dus. Nee, dat kost natuurlijk wel wat voor een merk. Maar dat is ook logisch. Ja, dat is wel hele waardevolle contacten zijn dat. En dat kan ook voor heel klein zijn. We doen ook heel veel gelokaliseerd. Maar wel belangrijk is, mensen vullen dus die profielgegevens. Dus wij weten waar hun interesse ligt. Nou, het huis doen we maar. Nee, waar is het zo? Dat is 80% van alle members heeft ingevuld wat hun interessegebied is. Want we weten, zijn ze geïnteresseerd in muziek, in sport, in technologie, in cultuur, in maatschappij. Meer dan de helft van de gebruikers heeft ingevuld, een volledig interview ingevuld. Dus niet alleen hun interesse, maar ook, ik lees het liefst de Volkskrant, ik luister naar 538, ik drink het liefst een Corona, mijn favoriete reisbestemmingen zijn, et cetera. Meer dan de helft van alle gebruikers heeft het ingevuld, vrijwillig in Engeland, omdat het sociaal relevant is. Je kunt je het voorstellen, hè? Ik gaf net even als voorbeeld, toen ik het even als zaal voorbeeld. Ik heb aangegeven, mijn favoriete auto is Renault. Niet heel veel mensen Renault per se als favoriete automerk hebben. Ik kan wel. Als Renault iets met, kan iets doen met die personen. Renault wil je vriend worden op netwerk. Dat kan. Dat is 1-op-1 communicatie. En daar haal je 80% conversie mee. Waarom? Omdat mensen hebben zelf aangegeven dat dat hun favoriete merk is. Zeker die Renault 4. Die kan er wel op reageren. Die heb je meteen aan je verbonden. En het deel, enerzijds, kan de community van twee kanten opgaan. Enerzijds het deel met de community, dus geef ze dingen die ze weer kunnen delen. Maar ook vraag dingen van doen. We hebben allerlei tools om mensen te laten interacteren met je merk. Geef ze feedback, voeg een poll toe aan je profiel. Of vraag ze om hun leukste foto's te uploaden. Waarom zou je nog een microsite bouwen met de upload de leukste vakantiefoto? Ze uploaden toch een vakantiefoto al, en die zit gewoon ingebouwd. En meteen al die vrienden zien dat weer. En ze kunnen het makkelijk weer doorsturen en een foto voor mij en een foto. Nou, ik heb twee cases van.